Spelen met perspectief bij onder andere fotografie kan vele verrassende beelden opleveren. Daarom fotografeer ik vandaag met verschillende perspectieven. En hopelijk kunnen we nog wat leuke maken van foto's maken. Ik heet jullie welkom bij deze nieuwe video en hoop dat jullie gaan genieten van de resultaten. We hebben meteen een goed voorbeeld, namelijk deze brug. En deze fietsbrug gaat richting Rotterdam vanaf de Arkadijkse Plassen. En deze brug heb ik al zo vaak op de foto gezet, alleen heb ik nog nooit met een kikkerperspectief gefotografeerd. En dat kan altijd hele interessante beelden opleveren. En zeker omdat je dan hele nieuwe details gaat zien van een welbekende plek. Het is hier echt een vogelrijk gebied en daarom kun je in een paar seconden al 5 soorten vogels horen. En dat vind ik zo mooi aan deze omgeving. Dat betekent dat we nu aandacht gaan geven aan een stukje vogelfotografie. Ik heb foto's gemaakt hier achter bij het water en ik ben daar best wel tevreden over. Het heeft vandaag flink geregend en qua temperatuur is er niet veel veranderd. Dus dat betekent dat het vocht nog niet echt verdampt is. En dat is positief, want dat betekent dat we mooie waterdruppels op de foto kunnen zetten. Waterdruppels bevinden zich op grasprieten. Dus ik moet zo meteen heel laag op de grond gaan zitten om de foto te maken. Ik wil 2 soorten foto's maken. Eentje waarbij ik meer achtergrond heb en eentje waarbij ik eigenlijk helemaal geen achtergrond heb, maar de achtergrond juist gebruik voor een mooie zachte achtergrond. Dan is het tijd om de video af te ronden. Geniet van het laatste deel. Maak er een mooie zondagavond van en alvast een fijne nieuwe week gewenst.